En wat hebben we hier zo? Zo. Fancy wc'tje, hè? Nice. En wat hebben we hier? Zo dan. Zo. Een of andere ketelhok. Maar hier is ook nog een deur. Zie dan de nooduitgang of wat dan ook. Zo dan. Ja, de een of andere nooduitgang. Dus die laten we mooi dicht. Hop. Die blijft dicht. En wat hebben we nog meer? Meterkast. Hey, slaapkamer nummer 1. Hier ga jij slapen, als je stout bent. Zo dan. Dik hert. Dat is wel een leuk kamertje. Kamertje nummer 2. Nog een deur, veel deuren hier. Lekker douche. Zonnepaneel erin. Ja, weet ik veel wat dat heet. Hoe heet zo'n ding dan? Een sun shower. Ja, dat weet ik allemaal niet. En dit is de master suite. En hier gaat het gebeuren. Die boemoem dingen. Kijk hier, dit is wel nice. Mooi ruitje. Dikke buffel. TV, mooi lampje. Dit is wel nice hoor. Gadver. Ja, ja, daar staat die, de jacuzzi. Heerlijk. Zo dan, dat is hoog. Leuk man. Mooie kast. Gaan we meenemen naar huis. Twee opa stoelen. Dikke tv. Lekker bankie. Het lichtje even aan. Zo, dat is ook niet heel veel licht. Nee, dat is de enige lampje. Die andere doet er denk ik niet. Daar hebben we er een. Oh, daar staan die hoor. Daar staan de bikes. Oh, hier hebben we nog een lampje. Zo dan. En dat is net een beetje wat we thuis hebben. Lekker koffie. Is er wel koffie erbij? Denk ik niet. Ik denk dat we nog koffie moeten halen. Ah, leuk keukentje. Mooi magnetron. Hop, helemaal leeg. Nice. Denk ik gewoon openmaken. Ja hoor. Kunnen we nog morgen even barbecuen? Nice. Hop. En dan natuurlijk de jacuzzi. Die laten we voor nu nog even dicht. Die vrouw zegt je moet er met z'n tweeën optillen. Hier zijn we trouwens. Nou, oh, mooi hoor. Op. Heel nice. Nou, wij gaan even alle koffers uitpakken en alles. Hoppa. En we gaan nu de jacuzzi in. Even wat drinken pakken. Dank u zeer. We hebben hier even wat lekkers. Hier staan de bikes. Hop, en dan lopen we zo naar het trappetje. Hop, slippertjes uit. En we gaan zitten. Poh. Oh, heerlijk. Oh, dat is echt heet. Oef. Waar zetten we het drinken neer? Hop. Even daar. Oh, dat is echt heet. Zo, dat is warm.
Niet normaal. Oh, lekker hoor. Daar haal ik even de bubbels aan. Oh, niks in mijn zakken. Nee. Nou, dan gaan we lekker zuipen. Zie jullie later. Hoppa, die is dicht. Goedemorgen mensen. Het is weer lekker vroeg. En vannacht heeft het gestort regend. Niet normaal. Het was echt, echt de bokken weer. Maar goed, we hadden deze overkapping. We waren lekker even in de jacuzzi gegaan. Echt heerlijk. Genieten. Lekker drankje erbij. En het is nu inmiddels de volgende dag. Lekker vroeg. We pakken de bikes weer. En we gaan even naar Jumbo op zoek. En dan gaan we voor vanavond voor de barbecue. Gaan we even wat vlees halen. En dan gaan we even het koffietje erop zetten. Want dan kunnen we even de boodschappen kwijt. En dan gaan we door deze blubber even scheuren. En dan gaan we zo het park af. Het is niet zo heel ver. Ja, zit u lekker. Het is 13 minuten. Goed uitkijken, want het is glad. Maar voor de Teneré is dit geen probleem. Echt een mooi park is dit. Echt, de huizen zijn schoon. Ook mooi, zeker die wij hebben. Dat is het wat luxere huis, zeg maar. Het meest luxe huis. Die ze hebben. Hier kun je nog lekker minigolven. Gisteren hebben we trouwens wel echt weer wat leuke dingen gedaan. Zo, kijk dit dan joh. Hop, dan moeten we even hierdoor. Nee, gisteren hebben we echt heerlijk gegeten. Ik moet zeggen, voor een restaurant zoals hier. Ze hadden een hele mooie sportsbar. Dus ik zou zeggen, kijk even de beelden wat we gisteravond nog hebben gedaan. Oh, kijk deze dan. Lekker. Oh, gelijk dikke patas. Hop. En dan gaan we even bowlen. Altijd leuk. Het is echt superleuk. Mooi park, wat ik al zeg. Goed onderhouden. En heel nice allemaal. Echt een zijn we nu. Ziet er ook echt super leuk uit. Dus we hadden nog wat dingen op de planning staan vandaag. Dus we gaan even kijken hoe dat gaat met het weer. Hop, en dan zijn we echt weer uit. Haha, weer zo'n klein inimini dorpje. Of jullie dat zien op de GoPro. Maar hier staat één dikke file richting Utrecht, Zwolle, Meppel. Oh, ik ben blij dat we daar niet in staan. Nee, we gaan nu naar het plaatsje Zeewolde, als het goed is. Of hoe heet het daar? Ik weet het eigenlijk niet meer. Zeewolde, Heiwolde. En daar is de Jumbo. En we zijn nu bij het dorpje, hoe heet het? Zuidwolde, juist. Zo heet het dus, Zuidwolde. Maar altijd slecht in namen te onthouden. Maar dat is wel altijd een nadeeltje van als je zo verstopt zit in zo'n mini klein dorpje of tussen de bossen. Een echte supermarkt is altijd wat verder. Hetzelfde als de plek waar ik nog gewoond heb. Daar hadden we echt alleen zo'n mini spar. En dat was voor deze plek ook. Daar zat ook letterlijk alleen maar een spar. Waar een kilo kip nog 30 euro kost. Dus wat zoek je dan? Ga je gewoon op zoek naar een Jumbo of een Appie?
En dan kijk je gewoon wat dichtbijzijnde is. En dat was nu hier. 12 minuutjes rijden, is niet erg. En zo zie je ook weer even wat leuks. Die kleine dorpjes, die zijn altijd wel leuk. En dan gaan we even wat vlees voor de barbecue halen. Altijd lekker. We hebben een motor, dat kunnen we gewoon voor de deur parkeren. Gekhuis. Hop. Hoppatee. Wij gaan even boodschappen halen. A few moments later. Kijk of alles goed zit. Yep. En jullie zagen het. De boodschapjes zijn gehaald. We kunnen er weer even tegenaan. Leuk dorpje. Maar we gaan nu weer gelijk terug. Want we gaan even kijken wat we nog meer kunnen doen. Er waren een paar activiteiten op het park te doen. En dan gaan we even kijken wat er nog beschikbaar is. Dus we gaan nu terug naar het huisje. Even de boodschappen uitladen. En dan gaan we even koekeloeren wat we allemaal gaan doen vandaag. Shit. Politie. Man in witte pakken. Ah, dat is maar een oefening. Dacht, er liggen even een lijk daar of wat dan ook. Hier, zo heet het park trouwens. Stond op het bord. Westenbergen. Zeker een aanrader, mensen. Willen jullie even een paar dagen eruit? Dan zou ik daar even checken of het wat is voor jullie. Ik vind het wel echt super chill daar. Ik zei net al. Mooi huisje, echt super goed verzorgd allemaal. De bikes die staan er weer. En we gaan nu even een bakje koffie nemen. Gaan we aardig frisjes aan het horen. Hop. Dadelijk gaan we maar weer even in het bad. Oh, kijk die stoom eraf. Heerlijk warm. A few moments later. Ik wacht. Kan ik me vast voorbereiden op dit hele leuke, moeilijke spel. Klaar met midgetgolven. En we gaan nu echt iets doen wat heel erg uit Drenthe komt. Het is een bosgolven. Dat is een of andere hele grote tennisbal. En een stok met een klomp eraan. En dan moet je dan door heel dat park staan allemaal paaltjes en weet ik veel wat allemaal, en holes. Dus dat gaan we even spelen nu. Ik ben benieuwd. A few moments later. Of dit goed gaat. Lekker fikkie steken. En dan een barbecue rekje erop. En dan lekker chappen. Heerlijk. Ja. Een lekker wijntje. Lekker wat hamburgertjes. Ja, even laten zien, hè. En wat kippenworstjes. Eindje erbij. Broodjes. Beetje kaas. Dan gaan we hem erop gooien. Even kijken. Lekker. Oh, wel veel rook. Ook erbij. Kop. Zo. Eindje erbij.
kijken of deze het doet. Rustig ook. Hoppa! Broodjes gemaakt. Burgertje. En worstje is klaar. Kippenworst. En dan gaan we even op een broodje leggen. Lekker hoor. Hop. Worstje erop. En choppen. Tomorrow. Hop. Helmpje op. En een hele goede morgen alweer. Ja, ja, het is weer tijd om te vertrekken. We hebben de oordopjes in. We hebben alle spullen weer gepakt. Het regent een klein beetje nog. Maar we hebben ons goed ingepakt. En we gaan er vandoor.